passen en voor op meubelen, die kleintjes, dat is meer voor op blouses en kliertjes. Dus er is wel degelijk verschil in? Er is degelijk verschil in. En dat wordt met een 100 gewerkt en die, dat wordt met 40 en met een 30 gewerkt. Ah, zo, dankjewel. Geen werk nog met die moderne. Dingetjes. Ja. Vind je het eerst nog gemakkelijker dan met die oude, die zwaarder zijn? Die klosjes, ja. Maar voor het fijn werk moeten die fijne klosjes zijn. En voor het grof werk, wat we hebben vanmorgen naar school geweest. En Bertha had die grove bouw, als je die klettertjes. En we waren ermee bezig en ze was gewoon te grof zijn. Wat ik zou zeggen, hebben we er lang voor moeten leren of hebben we er speciale school voor gevolgd voor het eerst te doen? Wij volgen nu nog les. He. Dat is het tweede jaar dat ik nog bezig ben. Maar die rondetjes en zo, die ik leert was je mee. Oké, dank je. Kijk, Germain, hoe lang doet het deze hier nog? Ik heb het geleerd, nevens mijn moeder, over 60 jaar. En doe je dat nog al zoveel jaren? Of is dat tussendoor, monnik? Tussendoor heb ik dat nog eens gedaan. Ja. Als ik eens een kantje moest hebben voor iets speciaals. En zo. En nou is dat mis dan voor een borduurwerk, omdat ik nog borduur ook was. Wat vind je door het interessante aanhand is? Waarom eigenlijk doe je dat nou? Dat is toch een tijdverdrijf, maar ja. Verveelt dat niet zoiets? Nee, dat verveelt nooit, je wordt er nooit niet moe van. Nee. Nee. Dus het is vooral een echte hobby nog, dat ja. Zo zeggen. Want ja. Iets met te verdienen, dat gewoon niet meer misschien. Ja, oh, nu, dat is weinig. Dat we daarmee zouden verdienen. Maar ja, ik heb ook een huis aan en die willen dat allemaal voor. En ik er voor cadeautjes te geven of zo je wat. Als u komt, dat is te pas. Omdat het allemaal echt is. Ja. Ik vind het wel interessant dat je met die... Want ik zou het niet kunnen met mijn handen door die deskjes door... Ja. Ik vind het fijn. Dat werken, ja, ik vind het fijn dat je mij als antwoord wil dienen. Voor mij is het altijd zeker iets vreemd. Want het is wat verrekenen. Ik zie gedoekt worden en ik kan ook niet verder. Want ik weet eigenlijk ook niet. Ik zou het zelf niet willen beginnen. Want ik zou niet weten waar ik mee moet beginnen. Eigenlijk, ja. In ieder geval, je zegt gedankt. Je zegt bedankt voor de inlichtingen die je me gegeven hebt. Ja. Ik hoop natuurlijk dat ik nog veel jaren naar kunt. Ja, zonder dank al. Ja. Dat is goed. Okay. Ik heb gehoord dat je nog een van die oude zit die dat vroeger gedaan hebt. Waarom doet die dan ook niet meer? Omdat ik niet meer kan, meneer. En dat ik ziek ben. Dat gewoon niet meer. Wat ik zou zeggen, hoeveel jaren heb je dat gedaan? Ik heb dat gedaan van mijn 7 jaar. Van mijn 7 jaar tot mijn 16 jaar. Oh. En toen is de kant uitgeschieden. En toen ben ik verontbegoest als ik 50 jaar was. 50 jaar was ik. Ben ik en je zit er dan naar die uitgeschieden omdat het niet gemakkelijk niet meer ging? En ja, nou kon ik niet meer heen, meneer. Ja. Je werd daar en dat is nog normaal eigenlijk. He. Maar heb je er nog geen spijt dat je dat nog niet meer kunt doen? Hebben? Oh, dat komt me door mijn hart, meneer. Daar heb ik veel spijt af. Dat valt tussen, laat ik toch zeggen, dat valt in tegen dat je het niet meer kunt doen. Ja, hebben. Ja, dat valt net. Kom tot slot van rekening. Ik kon nog eens zeggen, ik dank u voor het eerste enkele gesprekje. En ik zeg het hoor, ik hoop dat je nog lang jaren zult mee mogen met die dingen. Ja, want ik heb u gerieferd en tuinstelling gegeven aan de mensen. Oké. Maar spijt me na, echt niet. Ik wens u in ieder geval nog veel succes. Ja, en bedankt. Ja. Bertha. Ja. Ik zie dat je nog heel jong zit. Waarom heb je deze gekozen? Voor wat doe je dan nou eigenlijk? Ah, ik kan al veel aan het werk, maar ik zeg deze, dat is nog iets van de oude ambachten. Die ga ik toch ook graag leren. En daarmee, en dan als zelf bestuurslid van neemkundige kring, dacht ik, dat komt er goed bij te pas. Ik ga dan naar Gent, naar school. Ah. Dus je gaat er speciaal van naar school? Je leert dat dus hier niet met een of een ander die dat je nou wel kent. Dus je gaat er van naar school eigenlijk? Ja, en hoe lang voor de school? Ik zit nu in het tweede jaar, maar dat is een cursus van 4 jaar. 4 jaar. Ja. Dus dat is het tweede jaar normaal. Tweede jaar dat je dat nu zit. Wat ik zou zeggen, wat vind je dan nou het interessante daaraan? Oh, ik vind dat als iets schoon verwezenlijkt, ik doe dat heel graag. Dus het is ook niet vergaald te verdienen, het is ook alleen omdat je zegt, het is ook een hobby, laat het toch zeggen. Hè? Eigen kleding te versieren, want ik werk graag voor kleding. Precies zelf ook kleding ermee met het kind dat je mag toegeven. Deze is nou weer voor een zwarte blouse. En ik heb het hier al voor een blouse in tecru. Ik zie dat aan de hals. Dan ook, kant is heel schoon op jeans. Nu voor de moderne jeugd. Aha. In ieder geval, Bertha, bedankt voor uw vriendelijkheid en ik hoop dat je het nog heel lang en nog veel jaren zult mogen doen. En ik hoop voor u het beste. Ja, dank u.